In het mbo werken veel docenten met werkervaring in de branche waarvoor ze hun studenten opleiden. In het PDG-traject, waarin deze zijinstromers hun pedagogisch-didactisch getuigschrift behalen, wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij hun werkervaring. 9 noordelijke mbo's werken samen met de NAL om deze specifieke groep docenten op te leiden voor hun werk in het mbo. Het kenmerkende van het PDG-traject zoals we dat opgezet hebben, is dat naast het algemene deel wat de lerarenopleiding verzorgt, we ook elk ons eigen onderdeel verzorgen wat schoolspecifiek is. Bijvoorbeeld de onderwijsvisie. Bijvoorbeeld hoe is de leerlingbegeleiding georganiseerd. Dat zijn zaken die kun je nooit in een algemeen traject stoppen, omdat iedere school daarin zijn eigen keuzes maakt en zijn eigen uitwerkingen geeft. Wat wij heel erg belangrijk vinden is de dagelijkse praktijk van de mbo-docent. We hebben gekeken wat hij of zij daarin doet. En daarin hebben we gekeken van, nou, en hoe kunnen we kennis, literatuur daaraan gaan verbinden. Dus het is niet zo dat opdrachten en kennis uitgangspunt is, maar de praktijk is uitgangspunt. Zoals het in de eerste les mooi verteld wordt, je doet eigenlijk al heel veel vanuit als zij instromen vanuit het vakgebied. En dat zeg je dan, eigenlijk ben je onbewust, ben je bekwaam. Je doet er heel veel, alleen je weet nog niet de goede term daaraan te koppelen. En gaandeweg leer je tijdens het PDG-traject dat je daar bewust bekwaam in wordt. Dus het is een soort bewustwording van wat je eigenlijk al doet. Het maatwerktraject is als volgt opgebouwd. In het startgesprek worden de werkervaring en de professionele leerdoelen van de zijinstromer besproken. Dan volgt de tussenevaluatie en het werkplekbezoek met alle drie de partijen. Hierna maakt de zijinstromer een plan van aanpak voor het uitwerken van de taken uit het kwalificatiedossier van de mbo-docent. Door deze taken te koppelen aan zijn persoonlijke leerdoelen, ontstaat er een maatwerktraject dat de zijinstromer in zijn eigen tempo kan uitvoeren. Dan volgt de uitvoering en uitwerking van het plan. Tot slot vindt de beoordeling plaats aan de hand van het eindverslag en eindgesprek. Een sterk punt van het PDG-traject vind ik dat je authentiek kan blijven. Of je nou kapper bent, gastenheer, in de zorg werkt of met film bezig bent. Iedereen krijgt dezelfde stof aangereikt. Maar ook iedereen kan weer de stof laten landen in zijn eigen vakgebied. De uitdaging is dat je op zoveel verschillende niveaus de samenwerking zoekt. En dat je vaak met veel mensen rond de tafel zit. Een valkuil is om overal een werkgroepje voor te maken en dat dan weer samen te moeten brengen. De tip is, je moet ermee dealen. Dat kan door een strakke agenda, goed voorbereiden, weten waar je het over gaat hebben. En dat iedereen daar dan ook zich aan houdt. Mijn tip is om tijdens de PDG-lessen zoveel mogelijk didactische werkvormen te gaan gebruiken. Waardoor je dus ervaart als zij instromen hoe het werkt en het zelf ook toe kan passen tijdens je lessen. Voor andere lerarenopleiders is echt de tip om samen met het werkveld en de studenten in gesprek te gaan over hoe een traject eruit moet zien. Wat ze niet hebben te doen is om dat alleen te gaan ontwikkelen, maar echt hun partners daarbij op te zoeken.